In de serie Boeiende Baarnaars spreken we met dichter en filmmaker Jan Baken. En wat betreft Baarnaar, je woont hier al een tijdje? Wij woonden in Amsterdam, we gingen kijken naar een andere plek waar we wat meer rust konden vinden en wat meer groen en ruimte. En toen zijn we gewoon cirkeltjes gaan trekken om Amsterdam en uiteindelijk werd het Baren. En toen kwamen we bij het huis hier in de Heemskerklaan waar ik woon. We liepen daar naar binnen en we dachten, nou, dit is hartstikke mooi. Dit is een heel fijne plek. En toen zijn we de stad in, het dorp ingelopen om eens te kijken, te proeven wat voor sfeer is het hier. En toen ben ik die prachtige boekhandel van de boer ingelopen. Ja. En nou, dan is mijn eerste reflex is altijd om even naar de poëziekast te lopen. Dus ik loop naar die poëziekast en ik kijk daar rond en ik zie daar een bundel van mezelf staan. Dus ik dacht, nou ja, ja, weet je, dat moet het zo zijn. Moet het zijn. Hè? Ja. Dus ik ben toen inderdaad, toen de, nou ja, goed, dan moet je nog allemaal dingen regelen of het wel lukt en zo. Hypotheken en dat soort zaken. Maar nee, we waren toen wel eigenlijk meteen overtuigd. Dit gaan we doen. Ja, ja, nou mooi. Ja. Nou, dichten, doe je dat al vanaf je jeugd? Of van middelbare school? Of? Ja, in middelbare school ben ik ben wel altijd een ongelooflijke gulzige lezer geweest. Als kind al. Lezen altijd geweldig. En dat ben ik blijven doen. En ook op de middelbare school. En op de middelbare school maak je dan ook binnen al die talen die je krijgt. Maak je kennis met de literatuur en ik vond het eigenlijk altijd wel leuk. Dus lezen van poëzie deed ik ook wel al. En nou ja, dan ga je, dat heb ik ook gedaan, dan word je verliefd op een meisje en dan ga je eens een gedichtje schrijven. En dat is dan eigenlijk nog niet zoveel natuurlijk, dat zit vol met clichés. Maar, het toen, werkte wel. Het bracht misschien wel al die vonk of zo heel lichtjes tot ontbranden. En toen ben ik... Ik ben gewoon veel blijven lezen en op enig moment dacht ik, goh, eigenlijk is het wel, voel ik me wel heel erg thuis in het schrijven van poëzie. Mm. Nog heel pril, maar ik vond het wel, ik kon het moeilijk laten. Dus ik ben ermee doorgegaan en op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga het eens proberen in te sturen naar een literair tijdschrift. Mm. En dat is denk ik in 1990, 91 zo. Bij... Toen had ik mijn debuut was in Tirade, ja. Tijdschrift Tirade. Ja. Daar stuurde ik naartoe en toen, eerste keer kreeg ik gewoon een briefje terug van nou, hartstikke mooi, maar geen plek of gaat u verder. Probeer het nog eens, wens u veel succes. Maar goed, op enig moment kreeg ik van de toenmalige redacteur, een van de redacteuren, Robert Anker. Oh. Die kreeg ik een briefje, een handgeschreven briefje en zei, goh, ik vond het interessant. Nog niet goed genoeg, maar even kort door de bocht samengevat. Maar stuur nog maar eens wat in bij gelegenheid. Dus dat ben ik een paar keer gaan doen en kreeg steeds een berichtje van hem terug. En op enig moment heeft hij, toen zei hij, nou, dit vinden we goed, dan gaan we publiceren. Ja, en wanneer is je eerste bundel verschenen? Dat is 1997. Dat is dus wel alles later. Maar ik bleef inderdaad in wat tijdschriften publiceren. Dus Tirade, die nam wat meer van me op. En tijdschrift De Zingende Zaag uit Haarlem. Een prachtig tijdschrift dat ook vanwege de vormgeving heel bijzonder is. Die waren enthousiast over mijn werk. En Hollands Maanblad, zo een aantal van die verschillende tijdschriften waar ik dan af en toe wat in kon publiceren. En Rob Anker is ook voor mij wel belangrijk geweest, want die heeft toen ik ergens in 96 dacht, ik heb nu wel zoveel bij elkaar, misschien is het wel een bundel. Mm. En toen heb ik Rob ook weer gebeld of een briefje gestuurd en gezegd, hoe pak ik dat nou aan om bij een uitgever interesse te wekken voor een bundeling. Toen zei hij, nou, stuur het maar naar mij, dan loop ik wel eens bij een paar uitgeverijen binnen. En zo geschiedde, want hij liep toen bij Querido, dat was zijn uitgeverij. Dus hij ging eerst naar Querido toe en hij liep bij de Bezige Bij binnen. Want die kende niet goed de redacteur van dienst, zeg maar, van toen, Erik Menkveld. En de Bezige Bij, die hapte. Erik stuurde hem op enig moment ook een kaartje of een briefje en zei van kom eens praten. Nou. Ja, nou en inmiddels is je negende bundel al verschenen. Ja. Het Verkeerde Hart en de Familiaire Fictie. En dat is ook een beetje thema in dit eerste bundel? Ja, dat is het wel een beetje. Nou ja, dat Familiaire Fictie, dat bedacht ik eigenlijk voordat ik al wist dat het Verkeerde Hart zou gaan heten. Want ik heb heel lang getwijfeld over de
de titel, de hoofdtitel van de bundel. Maar dat idee van familiaire fictie had ik al toen ik op het punt was dat ik al een aantal gedichten had geschreven, dacht die kant moet het opgaan, dus je moet een beetje daar naartoe werken. En het familiaire, dat zit hem eigenlijk een beetje in zowel familierelatie, ja. En familiair in de zin van vertrouwd, dat kennen we allemaal, dat is iets wat we allemaal wel herkennen. En dus dat heb ik een beetje proberen in die ondertitel te stoppen. En dan fictie, dus het is zowel, het relateert aan de werkelijkheid, aan datgene wat we allemaal kennen. En misschien zitten er ook wel echte dingen in, hè, ja. die terug te voeren zijn op mijn eigen autobiografie. Ja. Maar het is toch fictie, want ik heb het ook allemaal heel erg gefictionaliseerd en aangedikt. Ja, want het gaat veel over je ouders. Nou, ouders komen erin voor. Ja. Er komt een vader en een moeder in voor. Maar dat zijn niet mijn vader en mijn moeder. Nee. Maar ik heb wel bepaalde beelden of bepaalde elementen van wat mijn ouders kenmerkte, heb ik er wel in gestopt. Hè, bijvoorbeeld. Ja. Het enige gedicht waar die vader in die schuur bezig is, in die werkplaats. Ja. Mijn vader was altijd een beetje aan het klussen. Die had ook achter het huis een schuurtje. En die deed veel zelf. Dat was echt een man die met zijn handen werkte. Dat was ook een beetje zijn beroep. Hij werkte in de bouw altijd. En hij deed ook alles. Hij was altijd aan het knutselen ook. Weet je. Hij maakte van alles. En alles in huis wat gerepareerd moest worden of vernieuwd, dat deed hij zelf allemaal. Ja. En wat ik begreep, het overlijden van een moederfiguur in ieder geval. Ja, dat mijn ouders zijn allebei al wel dood, maar zeker. En ik heb over het overlijden van mijn, of de dood van mijn moeder heb ik wel op een andere plek ook wel geschreven. Ja. Dus ik heb ook er zit ook een gedicht in waarin ik de ik-persoon zijn moeder belt, die al dood is. Ja, en, die moeder neemt wel op. Ja, precies. En dus ontstaat wel een gesprek op de telefoon. Ja. Dus dat, Maar goed, dan zie je, dan refereer ik met zo'n gedicht, refereer ik dan eigenlijk aan een situatie waarbij, dan zit spreekt een zekere onrust, een zekere spanning zit in dat gedicht. En nou ja, wat je dan best kan hebben, is dat je denkt, kon ik mijn moeder nou nog maar eens even spreken? Ja. Weet je wel, tot steun of goede advies, goede raad. Dus dat was een beetje de gedachte. En dus vandaar dat ik dacht, nou weet je wat, hij belt gewoon op het nummer waar ze vroeger al bereikbaar was. Ja. Kijken en verdomd, ze neemt op, weet je wel. Ja. Ja. Dus dat vond ik wel, nou ja, dat is zo'n manier waarbij je een, zeg maar iets familiairs, je wil je moeder om raad vragen. En het fictionele, want ze is er niet meer, maar ze neemt toch op terwijl je ze belt. Ja. Dus, Nou, het viel me ook op sommige dingen, sommige stukjes, dat is meer proza dan poëzie. Dat is ook iets kenmerkends voor jouw manier van werken? Inmiddels wel. Nou ja, ik vond het bij deze bundel vond ik het interessant. Ik heb het wel wat eerder gedaan, ook wel bij eerdere bundels. Maar ik had hier eigenlijk wel een beetje het idee om een soort vorm te zoeken waarbij, nou ja, ik noem het dan maar proza gedichten, dat is natuurlijk ook wel een herkenbare vorm. Waarbij het een beetje tussen poëzie in strikte zin, ook qua bladspiegel, en proza in zit. Dat vond ik wel interessant om dat te proberen. Dus ik heb het bij deze bundel wel echt bewust nagestreefd. Ja. 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 Dat je een beetje de randen opzoekt van, van het genre. Wat is nog poëzie en wat is nog... Precies. Ja. Ja. Hoe zou je jouw poëzie willen omschrijven? Ja, dat is een hele goeie. Er zijn een paar elementen die ik belangrijk vind. Of heb gemerkt dat het daar heel erg veel mee te maken heeft. Het is allemaal niet heel, ik ben niet bewust gaan bedenken. Nou, ik wil dichter worden. Dat zal nou mijn uitgangspunt worden. Maar ik merk dat ik wel heel vaak gaat het over... De behoefte van mensen om een beetje grip op het leven te krijgen, om zich een voorstelling te vormen van hoe zou ik mijn leven willen inrichten, hoe zou mijn toekomst eruit kunnen zien, waar wil ik naar streven, wat zijn mijn verlangens. En dan merken dat die realiteit niet altijd aansluit op datgene wat je jezelf voorstelt en dat het ook heel moeilijk is om grip te krijgen op de werkelijkheid. En wat de ik of andere personages in mijn bundels heel vaak doen, is proberen door te praten en te denken grip te krijgen op die werkelijkheid. Ik laat mensen ook
ook wel eigenlijk vaak praten in mijn gedichten. En dat vond ik ook een beetje, misschien doe ik dat zelf ook wel, en is dat ook een hele directe link, al pratende proberen grip te krijgen op de realiteit. Dus dat zit er wel vaak in. En wat ik ook wel belangrijk vind, en dat is misschien met poëzie vaak het geval bij veel dichters, is de taal heeft ook een soort van zelfstandige kracht. Want je schrijft dingen en dan ontstaat er toch iets in die taal. Je begint met een paar zinnen en je gaat een beetje associëren, je gaat denken. En dan komt er een andere zin uit en ineens ontstaat er een soort relatie tussen die eerste en die tweede zin. En die zit dan ineens op een talig niveau wat je eigenlijk niet van tevoren had kunnen bedenken. Mm-hmm. Dus taal heeft ook zijn eigen kracht. En dat blijkt dan ook soms, want als je dan een gedicht geschreven hebt en iemand reageert erop, of je een bundel wordt gerecenseerd en mensen duiken erin. En dan zie je ook wel dat er allerlei associaties ontstaan uit die taal of uit de inhoud van zo'n gedicht. Ik weet nog wel dat ik een keer een gedicht in een bundel had. En dat ging eigenlijk over een jonge vrouw die zat in de trein laat, zeg maar een soort nachttrein of zo. En dan is er een vervelend groepje jongens, hè? Zo ongeveer is de sfeer, met honden. En ik had heel erg dat, gewoon dat beeld wat je kan hebben. Hè? Je bent een jonge vrouw alleen, je zit in de trein, ja. Je komt vervelende kerels tegen met een hond en zo, dus je voelt je enorm bedreigd. En degene die er een recensie schreef over die bundel waar dat in stond en dat gedicht aanhaalde, die had een enorme associatie met de Holocaust. Met zeg maar het afvoeren van onze Joodse medeburgers naar concentratiekampen. En toen ik dat las, dan dacht ik ook, ja, dat kan je erin lezen. Ja, maar dat had ik totaal niet in gedachten gehad bij het schrijven. Maar je herschept als lezer ook weer een gedicht in zekere zin. Dat, ja. Je hebt je eigen associaties. Ja, precies. Nou, filmisch is ook wat ik vaak tegenkwam in besprekingen van jouw gedichten. Ja, dat is ook zo, ja. Nee, Want dat klopt met je verdere werk. Jawel, dat klopt ook wel met mijn achtergrond. Met mijn werk wat ik heb gedaan voor het filmmuseum. En ik maak inderdaad met een bevriende kunstenaar ook poëziefilms. Dus die filmische behoefte is er ook altijd geweest. En ik vond het ook altijd al van jong, als kind af aan, maar zeker vanuit de middelbare schooltijd. Ontzettend fijn om naar de film te gaan. Ik heb veel films gezien, keek graag naar films. Maar ik vind het ook wel belangrijk, en dat probeer ik ook in mijn poëzie te doen, om een soort beelden op te roepen. Dus dat is al een filmische kant. Dat je probeert het te visualiseren. Dat je ook als je het leest, dat je wel een beeld krijgt meteen bij wat je leest. En wat ik ook interessant vind, daar zit ook wel het filmische in. Dat ik probeer, en ik heb dat bij een eerdere bundel, het tankstation op de route, heel erg uitgebuit. Een beetje te componeren zoals een filmmaker een film maakt. Dus soms met scherpe overgangen, met dingen die parallel lopen. Of een hele harde cut en dan ga je door naar iets anders. En dan moet je dus eigenlijk, dat is bij film ook soms, dan moet je gewoon als kijker moet je gewoon even denken, oh deze scène, wacht even, wat is er nu precies aan de hand? Dan moet je zelf het cement tussen zien te krijgen in je gedachten. Dat probeer ik ook te doen, dus te werken met dat soort scenario-achtige dingen. Ja. Nou, een van de gedichten die ik heel mooi vond was in deze bundel was het eeuwig uitdijende universum. En daar heb je natuurlijk ook een filmisch iets, dat je weer de film terugdraait. Ja, klopt. En kan je die misschien voorlezen? Ja, wil ik doen. Zeker. Met genoegen. Het eeuwig uitdijende universum. Buiten hangt vergeten kleding aan een koude waslijn. Het heeft niets te maken met het eeuwig uitdijende universum. Zelfs niet met hoe dit verhaal zich ook achterwaarts laat vertellen. De sneeuw trekt zich terug in de wolken alsof het weer niet bij de tijd past. De in woede samengeschoolde monden verdwijnen naar de stille zolders. De huizen lossen op in het met veld gevulde vroegere uitzicht. Mijn vader, voor wie een dak boven zijn werkbank, zeg 10 kubieke meter schuur, genoeg was, meer geluk valt niet te zoeken,
heeft zich uit de vroege avond bij de middag en daarna bij de ochtend gemeld. Zijn handen trekken het timmerwerk onder de verf uit. Hij rolt zijn gebaren weer op, gaat van de zenuwen op in zijn broekzakken, zaagt dan een houten kist terug tot planken. De ingegooide ruiten worden venster op de rust van weer een onbegonnen avond. In de onbewogen stilte slaat mijn adem op de zijne neer. De huid is koud. Het lichaam weet niet waar het zich moet weren. Het is zover, zegt hij. En we staan als één man op uit onze kleurloze gelegenheidskostuums. Papieren in de ene en een koffer in de andere hand. En dat heb je ook bij een speciale gelegenheid gemaakt? Of? Nee, dat niet direct. Dit kwam een beetje toevallig tot stand. Ik heb het wel gemaakt toen ik een opdracht kreeg van het tijdschrift De Zingende Zaag, waar ik even aan refereerde. Die hadden een jubileumnummer en die zeiden van, goh, wil jij speciaal iets schrijven? Dus toen ben ik wel gaan denken van, wat wil ik nou gaan doen? En omdat het ook... Ik denk dat ik wel de associatie had. Ik dacht, oh ja, het is een jubileumnummer. Dan wordt vooral ook, dat was het idee. Er wordt ook teruggekeken op dat, het was nu 15 jaar bestaan, nee, langer zelfs. Een heleboel jaren bestaan van het tijdschrift. Want het zou ook een tijdschrift worden met allerlei, terugblikken. Ook in de vormgeving. De fantastische vormgeving dat tijdschrift. Dus wel al die omslagen die werden erin afgedrukt. En er kwamen gedichten uit het verleden terug in dat speciale boek. Dus toen dacht ik, oh ja, dus het is wel ook terugkijken. Dus ik ga probeer iets met dat terug te doen. Ja. En toen kwam ik ineens op het idee, oh ja, dan weet je wat, ik ga gewoon de inhoud van het gedicht, die gaat terug in de tijd. Ja. Nou, zo is het wel begonnen. En toen, maar dat er dan bijvoorbeeld, dat ik dan die associatie had met die vader en zo, dat kwam dan toevallig tot zijn recht. En dat zagen, ik wilde die zager in. Mm. Omdat het tijdschrift De Zingende Zaag heet. Dus ik dacht, daarom wil ik wel iets met die zager in. Ja, dus toen kwam ik bij dat beeld van mijn vader en zijn knutselen en dat bezig zijn in de schuur met zijn zaag en met zijn hamer en zijn spijkers. Dus ik dacht nog van een houten kist terug tot planken, dus misschien zijn doodskist. Natuurlijk. Dat zit er ook wel bij. Ja. Maar dat is dan weer een heel verzonnen element. Ja, maar juist ook omdat... die hele, de teneur van het gedicht is wel, het is wel die dreiging, weet je wel. Ja. Het is wel gewoon, je gaat terug in de tijd, maar je merkt wel als je andersom zou lezen, dan zie je de persoon in kwestie, die worden bedreigd. Ja. Het is een hele onveilige situatie, dus oproer of er is, nou ja, misschien ook wel zoiets als kristalnachtachtige situatie, zeg maar. Dus vandaar die kist. Ik dacht toch echt van de kist. Ik heb niet gedacht van ik maak er een tafel van. Nee, precies. Dat had ook gekund. Ja. Maar nee, dus die associatie wilde ik er wel in hebben. Ja. Ben je eigenlijk altijd bezig met gedichten in je hoofd? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, ik merk wel dat ik... Ik word een beetje onrustig als ik gewoon niet de gelegenheid heb gehad een aantal dagen lang om iets te schrijven. En ik ben gewoon eigenlijk altijd gespitst op een inval of het zien van een zin, het onthouden. Ik heb altijd een notitieboekje. Altijd een bloknootje bij. Altijd een notitieboekje bij me. Ook als je wakker wordt. Maar ik heb op mijn nachtkastje ook wel een notitieblokje en een pen liggen. Dus als het moet, dan knip ik snel het lampje aan en schrijf ik toch even iets op. Ja. Maar ik ben er wel heel veel mee bezig. En ik merk dat ik het gewoon heel erg nodig heb om in taal zelf te reageren op wat mij overkomt. Of wat mijn werkelijkheid is of wat ik meemaak. Dus ik ben eigenlijk altijd mee bezig. Maar laten we zeggen... poëzie is eigenlijk je hele leven, want je hebt bij de Poetry International. Ja, zeker. Ja, dat is het ook wel. Ik heb, ik vind het ook heel fijn dat ik daar uiteindelijk terecht gekomen ben. Ik ben, film was ook een belangrijk deel van mijn leven. Ja. Ik heb bij het Filmmuseum lange tijd gewerkt en... Maar nu is het ook mijn baan als programmeur bij Poetry International, bij het festival.
ben ik er ook op een andere manier mee bezig. Dus ik kan nu wel zeggen dat het inderdaad helemaal alles wat ik doe is buiten, poëzie. Buiten het gewone leven is mijn beroepsmatige activiteit allemaal hebben met poëzie te maken. Ja. Want nog even over het filmmuseum. Je hebt zelf ook filmpjes gemaakt met film en poëzie. Ja. Dat heb ik gedaan. Dat doe ik nog steeds met een vriend van mij, Alfred Marseille. Ja. Wij maken wel, je hebt een aantal van die festivals of activiteiten, organisaties in wereldwijd, die zich ook richten op het brengen van poëziefilms. Dus het is altijd een combinatie van poëzie en beeld. En soms gebruiken we daar... En stomme film. Of, nee, niet, al, nee, nee, hoor, niet nee. alleen maar. Nee, nee. Een paar die ik gezien heb. Ja, klopt. Ja. Ja, we hebben een aantal. We maken ook wel gebruik van bestaand filmmateriaal. Ja. Dus soms is het wel een stomme film. Ja. Dan komt het uit de jaren 20. Mm. Maar dan maken we er zelf bijvoorbeeld. Hij is ook muzikant, dus hij maakt er dan bijvoorbeeld ook muziek bij. Ja. Of we nemen geluid op, of ik spreek in. Maar goed, het is een beetje al nagelang de film en de manier wat we, de boodschap die we over willen brengen. Kan het zijn dat de tekst in beeld komt, dat de tekst gesproken wordt. Ja. Ik heb ook wel met hem dingen gemaakt, ook wel eens installaties, zeg maar, driedimensionale elementen waar film en zo een rol in speelde. Ja. Maar we hebben ook al eens iets gemaakt waar we gewoon waar 5 stemmen in zitten. We hebben gewoon met 5 stemmen een studio. Mm-hmm. Iemand die een geluidsstudio heeft en een aantal stemmen kon inhuren. Mm-hmm. Voor wel een grote expositie in Edinburgh, in de Hortus Botanicus van Edinburgh in Schotland. En dus we moesten toen goede Engelse stemmen hebben, native speakers. Voor die projectie die we toen hadden. Dus toen hebben we gewoon via een geluidsstudio. Die heeft gewoon een aantal stemmen ingehuurd. Ja. Dus dat was ook. Heel boeiend en weer anders. Ja, heel anders. Ja. Het is ook wel interessant om te zien. En dat gebeurt natuurlijk ook wel veel. Dat merk ik nu ook vanuit mijn werk bij Poetry. Er zijn wel. We leven ook in een beeldcultuur, hè, zoals altijd wordt gezegd. En er zijn best wel veel grensoverschrijdende manieren van met je kunstvormen omgaan. Dus je ziet ook wel veel dichters die ook wel iets anders willen dan alleen maar op papier. Ja. En dus er zijn genoeg dichters wereldwijd die ook voor film kiezen of zelfs voor games. Dat je een combinatie maakt tussen poëzie en een game. Ja. Bij dat Poetry International is het natuurlijk, dat lijkt me fantastisch, want je komt natuurlijk met mensen uit de hele wereld, dichters uit de hele wereld in aanraking. Ja, is het ook. Ja. Ja. Ja, het is ook eigenlijk te groot om te overzien, hè? En dat maakt het wel soms een beetje lastig. Maar bij Poetry International proberen we wel altijd vrij goede spreiding over de hele wereld in de programmering te krijgen. Dus liefst ook uit alle continenten. Hè? Dat is soms wat lastiger. Je hebt altijd natuurlijk de hulp nodig van anderen als het gaat om talen die minder bekend zijn. Ja, die worden vertaald in het Engels en Nederlands. Ja, we vertalen alles naar het Engels en het Nederlands. En gelukkig kan je dan, we zeggen de francofone wereld, die kan je natuurlijk zelf dan een beetje. Nou, mijn Frans is redelijk goed, dus ik kan dan ook in francofone landen kan je de poëzie ook een beetje in de gaten houden. Dat geldt ook wel voor Duits en Engels. En ik heb een collega die heel goed Spaans spreekt, dus dat gaat ook heel goed. En we hebben vertalers die we goed kennen, dus die vragen we voortdurend om tips. Weet je, ken je nog een goede dichter in Brazilië of in Portugal? Dan vraag je gewoon aan een vertaler Portugees. Dus op die manier probeer je een beetje al die verschillende talen te bestrijken. Maar het is soms gewoon heel erg lastig. Soms hebben mensen een vrij obscure taal. Ja. Want althans, er zijn miljoenen mensen die het spreken, maar goed, iemand uit Myanmar die Burmees spreekt, of in het Burmees schrijft, een hartstikke levendige poëziecultuur. En hele mooie poëzie wordt daar gemaakt.
Maar ja, als het niet in het Engels vertaald is of in een andere taal, dan is het best lastig om dat te doorgronden. Want het schrift is al heel anders. Maar ik vraag me af, hoe is de sfeer dan van al die dichters uit de hele wereld die elkaar ontmoeten? Hoe is dat? Ja, dat is wel heel erg leuk. Ja, de meeste mensen vinden het eigenlijk, ik heb nog niet meegemaakt dat het problematisch was. Je hebt wel eens een dichter met kapsones, zal ik maar zeggen. Die is dan gewoon een beetje vervelend of niet zo makkelijk in de omgang. Je hebt ook hele wonderlijke dichters die zo hun eigen leefwijze of wereld meebrengen. Ik heb zelf niet meegemaakt, maar mijn vorige directeur heeft er in een boek over de geschiedenis van poetry over geschreven van twee dichters die kwamen geloof ik een dichter uit Mongolië met zijn zoon. En die begonnen gewoon, die hadden gewoon een soort open barbecue in de hotelkamer. Omdat ze hun eigen eten wilden maken. Ja. Dus En sommige dichters die zijn wat geslotener. Hmm. En of hebben gewoon een beetje, dat kan je treffen. Dat gewoon de taal een probleem is. Dus dat proberen we altijd wel op te lossen. Ik weet nog wel van een Chinese dichter, een hele interessante man. Maar ja, die sprak alleen Chinees. Ja. En dan is er gelukkig wel weer iemand in Rotterdam, want daar vindt het festival steeds plaats. Daar zijn er altijd wel mensen te vinden. Het is een vrij grote Chinese gemeenschap. Ja. Die zeggen, ik blijf wel bij die man of vrouw. En ik begeleid hem als tolk en dan gaat het via een tolk. Ja. Wat is het thema dit jaar? Of is er een thema? Er is een thema. Ja, het thema is het lichaam. We hebben dat een beetje we samen proberen te vatten in de thema aanduiding the body as in of poetry. Dus drie relaties tussen lichaam en poëzie. En het idee daarachter is dat je ziet heel veel dat het lichaam onderwerp is. Ook vanuit kwetsbaarheid, de manier waarop mannen of vrouwen in de wereld bejegend worden. En hoe het lichamelijke daarin een belangrijke rol speelt. MeToo is natuurlijk een nare uitwas daarvan. Mm. Maar goed, dat zie je zo. En hetzelfde heb je met Black Lives Matter. Dus alle zwarte dichters van over de hele wereld, die hebben eigenlijk allemaal stelselmatig te maken gehad met racisme of racistische bejegening. Mm. En dat lichaam is dan heel kwetsbaar. Dat zie je dus ook bij al die mensen, al die police shootings in Amerika, weet je wel. Al die jonge zwarte mensen die gedood zijn door politieagenten. Dus daar zit het in. Er zijn ook best wel veel dichters. Maar ook de schoonheid van het lichaam. Uiteraard ook de schoonheid van het lichaam. En de inspiratie die je vindt uit het lichaam. En de lichamelijke contacten die je hebt. En hoe rijker. Ja. Ik bedoel, we komen uit de coronatijd en we mochten elkaar niet aanraken. Ja. En dat is natuurlijk ook een gemis. Ja. En ook dat is natuurlijk onderwerp van vele mensen in de kunst om daar iets mee te doen. Ja. En er zijn ook wel heel veel dichters die ook heel erg vanuit het lichaam schrijven, die zich bewust zijn van het lichaam. Dan kan bij wijze van spreken je hartslag kan het ritme van je poëzie bepalen. En we zijn een podium en er is heel veel, er is veel meer performatieve, zoals we het dan maar even noemen, vormen van poëzie. Mensen staan op een podium en dan sta je er ook, dan gebruik je je lichaam. Ja. Ook al doe je niet heel veel, sta je niet de hele tijd te wapperen of te dansen of wat dan ook. Toch dat lichaam is dan zeg maar het instrument wat je inzet om de poëzie te laten horen. Mm. En daar zijn ook meer dichters zijn daar zich dan bewust van of spelen daarmee. We zagen dit als een ideaal thema en uit de reactie, ook de dichters die we hebben gevraagd, is iedereen heel erg enthousiast. Ja. Die zeiden, wat hartstikke mooi, daar kan ik wel wat mee. Dus, mooi. Ja. En dat is in juni, hè? Juni, 10, 11 en 12 juni. Ja. Ja. Nou, afsluitend, je kan wel zeggen, poëzie is je leven. Ja, dat kan ik wel zeggen, ja. Dat is echt, ik zou me een leven zonder poëzie niet goed kunnen voorstellen. Dat is inderdaad het geval. Nou, dankjewel. Graag gedaan, Wil. Oké, dank je.